tijd zijn. Jotten, wat heb ik er zin in. We zijn bij Anarchy Acres. En het is behoorlijk druk. Nou, valt daar ook zo mee, hoor. We gaan even eens... Ik ben iets te verkeerd ingeschat. Dus, nou, kijk, ik heb tenminste een wapen. Kan slechter. Het kan altijd slechter. Zoals, kijk, hij heeft een huis en ik niet. Dus, ja, weet je. Nou, eigenlijk is denk ik dat juist slechter voor mij. Ja, stomme vergelijking, Henkie. Maar dat maakt niet uit. We gaan even kijken. We hebben hier een AR, dus zie je, het kan allemaal wel goed, hoor. Oké, we gaan even kijken wie we hiermee kunnen killen. Misschien loopt er ergens wel een Fred rond. Die wij op kunnen pakken, op kunnen eten, zo. Maar wacht, we gaan niet hem killen. Want hij heeft 100% de shotgun. Dus als wij hem proberen te killen... Hé, hey, wat dachten we er eens van? Kijk, we gaan hem afleiden. Zoals dit. Nu is hij bang. Nu is hij bang. Let op. Let op. Let op. Let op. Ja! Ik had hem. Ik zei het toch. Dit is de beste tactiek die Henkie je kan beloven. Hoppakee. En dan pakken we dat nog op. En dan. Ja, die hoeven we ook zo. Oké, dan gaan we nu innemen. Zo. Ah, ik zei het toch. Kijk eens. Hij hoorde me niet. Zag me niet aankomen. Dan werkt het altijd. De Henkie-tactiek noemen we het maar. Hé, hey, kijk eens aan. En hij heeft volgens mij de hele beneden verdieping nog niet eens geloot. Hij heeft al die andere kamers nog niet eens geloot. Moet je zien. Oh, trouwens, je wel. Heeft hij boven of beneden geloot? Boven. Betekent dat als ik beneden ga spieken en koekeloeren, dat ik dan een pump tegenkom. Ja, die willen wij wel. Dankjewel. Een groene pump. Nou, dat is behoorlijk lekker. Zo. Kijk, nu denk ik dat ik boven ben. Misschien is er namelijk iemand. Nee, er is helemaal niemand. Oké, hallo? Ik weet dat er nog meer enemies waren. Dus, ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Au, 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 au. Au, au. Wel innemen, want anders gaan we dood en dan willen we ook niet. Maar ik denk dat er wel nog meer enemies zijn dan alleen dit. Kijk, ik heb een idee, let op. Beam, let op. Doe zo. Doe zo. En dan gaan we zo. En nee, hij heeft er gewoon 4. Die nemen we allemaal wel in, ja. Die lust ik wel. Oké, ik ben bang dat er nog meer zijn. En dat die sneaky op me afkomen, weet je. Die sneaky beaky way. Oké, hallo? Nee, niet meer. Was dit alles? Nou, op zich wel leuk. Dan heb ik ze uitgemoord. Dan heb ik Anarchy gewoon helemaal uitgemoord. Ah, ik heb Anarchy helemaal verslagen. Iedereen. Tada! Hoppakee. Dan nemen we jou en jou. En jouw groene... Nou, weet je. Nee, een blauwe beurs is wel beter. Het is geloot daar binnen. Ik kon zien dat het dak opengehakt was. Dus gaan we naar die buitenstaande huisjes. En dan gaan we daar even kijken wat daar allemaal te looten valt. Ah, ik heb gewoon heel Anarchy verslagen. Iedereen Anarchy heb ik verslagen. Althans, er waren er 3 volgens mij. Maar er leeft niemand meer en ik ben de enige die nog leeft. Dus ja, dan vind ik het best wel cool. Hallo. Niks. Oké, dat is apart. Helemaal niks. Hier ligt misschien altijd nogal wat achter. Kijk, dan bedoel ik shotgun ammo. Is toch weer... Oh, toch weer 10? Zo. Ja, we gaan even naar de andere kant van Anarchy. Naar dat andere huisje. Heb je ook altijd kans op een kist. En vandaag gaan we naar Tomato Town. En dan gaan we daar even kijken. Ik zie daar nog wat groens, maar dat is volgens mij ook wel geloot. Ik vertrouw het allemaal niet om zo lang in Anarchy te blijven. Dat is een kist. Een kist. Die wil ik wel. Die wil ik wel. Hallo. Hallo. Piem. Boem. Ah, granaten. Ja, die willen wij zeker hebben voor die... Zeker dat wij granaten willen. En dan stond die groene, die hoeft toch... Wacht, kijk, ik heb een idee. Zo, let op. Moet ik daar iets voor bouwen dan? Oh, wacht, ik zie het al. Let op. Zo, zo. Kijk, en dan zien ze dat groene en dan letten ze niet op die trap. Want ja, ze zijn stom, weet je. Ze zijn stomme, stomme mensen. Tie. En dan, ja, dan werkt het. Dan heb je een trapkill ineens. Oké, we gaan mee. We gaan even kijken. Dit is Pleasant Park. Dat is niet waar ik origineel heen wilde, maar... Hier, weet je... Vooral is iets nieuws. Ook leuk. We gaan even kijken. Hak. 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 Ja. Kijk, daar is gebouwd. Dus misschien zijn er wel mensen. Even alles reloaden. Alles is gereload. Misschien zijn er wel mensen. Daar. Ik zag hem lopen op S. Daar achter die boom. Je ziet hem.
Kijk, als wij achter de boom blijven, dan gaan we de wiskundetactiek gebruiken. En dan zien ze ons niet. Want dan blijven we precies op een bepaalde hoek zitten, waardoor zij ons niet zien. Of hij in dit geval. Of haar. Zij. Toch zij misschien. Kijk. Kijk, let op. Ze moeten super snel zijn. Heel snel moeten we zijn. Kijk, hij gaat stom zijn. Hij gaat stom zijn. Hij zag ons. Hij zag ons. Let op. Een keer proberen, maar nu in Tilted Towers, want ja, dat is misschien, weet je, misschien krijgen we dan wel gelijk heel veel actie en dan kunnen we heel snel actie behouden, want dat zijn correcte zinnen die Henkie zojuist verteld heeft. We gaan even kijken, want we halen het waarschijnlijk net niet, het dak. Ik denk het net niet, dat zou heel zonde zijn en we halen het net niet. Ah, oh, hij ook niet. Nou, maar kijk, wij kunnen nog hier landen. Zie je, dan kunnen we eronder door. En dan hebben we nog de shotgun. Tadaa! Dus ja, niet zo heel slecht. Kan slechter, weet je. Hallo? Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Wow! Hé, hey, waar komen jullie vandaan? Hé, hey, waar kom jij vandaan? Wat was het nou? Hallo? 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 Oh, kist. Kijk. Stop. Ik heb een idee. Let op. Snel. Hé, hey, stop eens met richten, Henkie. Oeh, ik zie hem. Ik zag hem. Ik zag hem. Ah, stop nou. Hallo? Oké. Oké. Een scar. We hebben de scar. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. We nemen hem gelijk in. En actie naar de pump. Jazeker dat ik de pump wil, dames en heren. Jazeker dat wij die willen. Ik. De magnifieke Henkie. Trouwens, we moeten deze kant eruit. Het is veiliger. Let op. Hallo? Tot ziens. Tot ziens. Bye bye. Dag, dag. Aha, ze hebben me toch nooit door dat ik weg ben. Die zullen het nooit door... Ja, die nemen we in. Die nemen we in, die nemen we in. Altijd lekker, extra HP. Reloaden we alles. Die ook, hoeven we niet. Zo, wat nu? Oké, misschien kunnen we het dak daarop. Dit is ook altijd unloaded. Zie je ook vanaf dit kamertje. Kijk, wat bedoel ik? Zo, doen we het. En dan gaan we hier. Let op. Oké. Hier is de kist. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Tadaa! Oh, die wil ik wel. Die lust ik wel. Die lust denk ik wel. Zo. Op, ingenomen. En we zijn weer helemaal goed. We zijn weer helemaal ready. We overleven het gewoon. Het gaat helemaal goed zo. Ik hoor gewoon nog een kist. Ik hoor gewoon nog een kist. En ik zie gewoon nog een kist. En er zit gewoon een sniper in. Gewoon een sniper. Moet je zien. Daar kunnen we wel het dak op. Vanaf het dak kunnen we namelijk mooi schieten met een sniper, weet je. Daar is een dak voor bedoeld. Niet echt, maar je weet wat ik bedoel. Piem, 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 piem. Piem, piem. Hallo? Oeh. Kijk, wacht.
Oh. Ah, weet je, we doen het. Zo. Zo is wel leuk. Hallo. Nou. Wie moet er nog dood? Wie leeft er nog en heeft er geen zin meer in? Die denkt van, hé, hey, weet je, Henkie die mag mij wel doden. Waar is dat desbetreffende persoon? Hier beneden? Oh, daar, kijk. Ja, dus hier kunnen we wel mengen. Dat doen alle coole kinderen, toch? Mengen. Kijk, wacht. Tada! Ik heb je, meneer de koekiepier. En we hebben een groene pump. Een groene pump. Altijd welkom. Altijd welkom. Uiteraard. Nou, dan gaan we weer terug. Oei. Tadaa. 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 En we hebben Tilted Towers ook overwonnen. Oh nee, niet. Nog niet. Hallo? Kijk. Oeh. Oeh, we zijn er bijna, Henkie. We zijn er bijna. Je bent bijna klaar met je missie. Let op. Wow! Hallo! 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 Rustig aan. Hallo! Hallo! Waar bewegen wij natuurlijk? Ik heb geen resources meer. Ik heb geen resources meer. Ik word niet goed. Help! Help! Stichting help! Hallo! Tadaa! Ik had hem nog! Ik had hem nog! Je bent van mij. Dankjewel. Trouwens, we kunnen wel misschien deze even omswitchen voor deze. Hoppakee. Altijd handig. En we hebben weer een beetje resources. Niet echt veel, maar... Ik werd ook nog gesniped. Maar van waar? Wie snipte mij dan? Kijk, daar ligt de kist. Misschien... We moeten sowieso resources zakken. Dat is het punt. Anders gaat het weer helemaal fout. De cirkel komt eraan. Dus we moeten tilted in. Ik wil de hout hakken, maar dat kan dus niet. Doen we deze boom hier al. Misschien kan het wel. Maar ik weet dat ik ook nog door iemand anders beschoten werd. Maar door wie? Wie was de boze meneer die op Henkie schoot? Die dacht aan Henkie, jij bent helemaal niet zo cool. Ik ga op jou schieten. Wat dacht je daarvan? Stommerd? Nou, toen dacht ik van, hé, maar dat mag helemaal niet. Wat is dit? Wat is dit? Hallo? Minigun. Nou, die hoeven we niet. Kijk, weet je wat we welke willen? Die granaat. Altijd handig. Altijd handig om te hebben, maar een paar granaatjes. En kijk, als je dan eens een keer een RPG tegenkomt, kan je hem gelijk weer inswitchen, weet je? Inruilen voor de RPG. Oké, misschien komen de mensen aan via waar ik net was. Want ja, de cirkel die werd erin gepusht. Dus het kan zomaar zijn dat mensen nu echt volledig deze kant op gekomen zijn. En ik moet rennen! En iemand schiet op me. Ah, je was zo close, waarom ben je niet dood? Hoezo ben jij niet dood? Ik hit hier. Ah, wat stom zeg, van Fortnite. Dat ze me die kill dan niet geven. Ah, maakt niet uit, kan gebeuren. Hoppa, 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 hoppa. Beam, 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 beam. Kijk, zo krijgen we wel lekker hout. En we moeten heel snel gaan rennen, want anders gaan we dood. Dus we gaan er maar vast voor. En dan no regrets gaan we helemaal naar de andere kant rennen. Want we moeten echt een stuk rennen en we hebben geen launchpad of zo. Dus ja, dat duurt wel eventjes. Het is best gevaarlijk natuurlijk als je vertilt. Het komt, want iedereen moet met je mee die daar ook zit. Of zat, die daar in ieder geval leeft. Om het zo even te noemen. Dus we gaan doorrennen. Gewoon zo snel mogelijk af en toe achter ons kijken. We zien iemand snijpen nog. Wie weet is iemand een beetje slow en denkt van... Hé, hey, kijk, hij schiet op mij. Hij bedoelt mensen zoals hij. Die houden me op, zeg maar. Die zorgen dat ik het gewoon niet kan halen op zo'n manier. Dat is toch stom? Dat is toch super stom van ze? Helemaal niet aardig. Ik probeer gewoon rustig mijn leventje te leiden hier al. En eigenlijk is het gewoon één grote oorlog. Ho ho, ho ho. Ho ho. Stop nou eens.
Jongeman. Kijk, hij wordt nu ook beschoten volgens mij. Dus ik kan gewoon weer rustig doorrennen. Dat is rustig. Proberen rustig door te rennen. Want wij moeten gaan. Wij moeten heel snel doorrennen. Die cirkel die blijft maar in ons rug hoor. Moet je echt voor oppassen. Blijf maar in je poepet zitten. Om het zo te noemen. Maar we moeten doorrennen. Voor ons leven. Oh, wat zijn er maar 18 aan lijf. En Kie doet het goed. Misschien haal je wel een keer die top 10. Het is best wel stom dat we die nog nooit gehaald hebben. Maar het kan gebeuren. Kan uiteraard gebeuren. Althans, top 10 hebben we wel vaak gehaald. Max heeft zelfs een keertje gewonnen. Hij heeft die ook geüpload. Oké, waar loopt hij nog achter me aan? Maar ik weet het niet. Ik moet wel echt resources hebben. Ze gaan heel snel van boompje hakken. Op de weg, zeg maar. Blijf rennen. Dat halen we wel, joh. Nu komt het goed. Nu komt het goed. Nu hebben we het gehaald. Nou, bijna dan, maar... Kijk, wat het duurt. 1 minuut 30. Kijk hoe snel die cirkel gaat. Als je niet op had gelet, was je nu gewoon dood gegaan, hoor. Als je geen niet veel medkits of zo of bandages bij je had. Want voor de cirkel zijn de kijkers. Komt-ie. Henk, de gouden tip van Henkie. Als je voor de cirkel wegrent, moet je beter bandages hebben dan een medkit. Want een medkit is wel leuk. Maar uiteindelijk heb je als je 15 bandages hebt, meer HP dan dat je met 1 medkit hebt. Dus tenzij je 3 medkits bij je hebt. Is altijd handig om meer bandages bij te hebben, alleen voor de cirkel. Voor battelen zelf is natuurlijk een medkit beter. Dat begrijpen jullie zelf ook wel. Kijk, mooi dat hier een trap zit. Kunnen we ook even gebruiken. Dan kunnen we omhoog. En daar ook van het hout hakken. En kijk, wij zijn bij de cirkel. Tadaa! Tadaa! Trouwens, ik zei net dat ik nog nooit top 10 gehaald heb. Maar dat heb ik van letterlijk vorige video nog gehaald. Toen werd ik derde. Niet eerste helaas, maar wel derde. Dat is ook goed. Ook prestatie, weet je. Derde worden. Oké, maar ik had ze nu al verwachten, die enemies. Dus ik ga lekker hier op het puntje kijken. Even toeschouwen. Hoe zij hierheen komen rennen. Voor hun leven. Kijk hier rechts. Zo hé. Ik hoor een gevecht, maar ik denk dat daar ook mensen vandaan komen straks. Kijk, daar loopt hij. Daar loopt. Oh! Ah, zo close. Nou, dan rennen we maar even door, want wij moeten ook de cirkel in. Hou, 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 hou. Hou, hou. Hou, hou. Hou, hou. Hou, hou. Au. Au, 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 au. Au, au. Au, au. Hé, mijn granaat heeft iemand gekild. Nee. Ah, het was zo close. Maar hij kwam in mijn rug, waardoor ik dood ging uiteindelijk nog. Ah, wat stom zegt dat hij me uiteindelijk nog heeft kunnen killen. Maar in ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Doe hem maar even een duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer allemaal nog eventjes. Tot de volgende keer.